En yo beste kijkers, welkom weer een nieuwe aflevering op Gaming met Joran. En ja, ik neem in één keer zoveel afleveringen op, dat we nu gewoon weer naar de nether toe gaan. Ik ga naar de nether toe. Ik ga kijken hoe het daar is. Jullie konden het al zien in de vorige aflevering. En hier is... eindelijk uitgang. Ik heb een iron pickaxe meegenomen. Dan kan ik hier kwarts mee hakken. Brengt het op een hoog level. En weer kwarts. We hebben alle kwarts hier uitgehakt. Tenminste dat denk ik. Laten we trouwens eerst even onze portal dinges onze codering coördinaten. Nou, x 4 7, i 7 1, z 15. En dit zijn onze coördinaten. Staat in de chat. Deze monsters hebben een fucking gitaar in hun hand. Kijk, als je ze aanvalt, dan gaan ze je slaan met een gitaar. Nou, die wil je geen gitaar tegen je hoofd dan hebben. Nou, wel beter dan een zwaard, maar ja. Level 30. Oké, wij zijn level 30. Gaan we gewoon lekker wat kwarts hakken. Gaan we even eten. Oké, ik ken mijn ervaringen met... Wow. Waar is de guest? Zijn er twee? Ik ga ze doorslaan. Schiet dan.
Oké. Kom, schiet dan. Jij? Ik hoor er meer. Ik hoor er meerdere. Er zijn ook meerdere, maar. Kom dan. Dan. Ik zie er nog één. Ik hoor er nog één. Ik hoor er heel veel. Oké, okay, nou, ik zie echt gelijk ook wel een magma cube. En voor mensen die de cheat willen hebben van mij, zou ik voor jullie één keertje cheaten. Slash. Oh, dat is een blokjesbug. Slash. Cheat te doen. Dit is mijn cheat. Zet hem even op pauze. En dan kunnen jullie dezelfde wereld spelen als mij. Dan kun je natuurlijk allemaal oude coördinaten doorgeven. Om die monstertjes aan te vallen. Oké, nou. Ik moet natuurlijk wel wat kwarts gaan hakken. Dus ben ik hier ook voor niks. Toen kwamen die vervelende monstertjes. Die monsters. Wow. De blokjes buggen terug. Even kwartak en ik denk dat ik dat even ga versnellen of ik heb nog wat te vertellen. Ja, ik heb nog wat te vertellen. Ik ben blij want ik heb vakantie en ik heb honger. Dus ik heb nog niet, ik heb al middag gegeten trouwens. Ik heb wel honger. Nee, lava, lava. Ik ga mijn render distance even wat hoger zetten. Video settings, zoom op. Dat zie ik veel beter. Ik wil wat meer lag, maar zie ik wel wat beter. Ga ik even kijken of ik wat... een episch nether kasteel kan vinden. Zo, wat doe je daar? Nou, ik denk dat we gewoon weer naar de overworld toe gaan. Nee, ik moet eerst even level 33 zijn. Dan kan ik vaker enchanten. En enchanten natuurlijk gewoon super episch. Episch jongen. Thank you.
Oké, nou. Wow, ik word echt helemaal duister van dat rode stuk. Netherrack. Oh, mijn chestplate is dicht. Fire protection. Dus ik kan er heel goed tegen. Kijk maar. Oké, nou. Ik heb hier, denk ik, wel zo wat alles weggehakt. En mijn iron pickaxe is bijna kapot. Nou, dat is een goed teken. Eén kwart en dan heb ik level 33. Zo blij ik om daar naartoe te gaan. Oh, je ziet wel veel. Lekker veel. Ik kan hem naar beneden laten vallen. Oké, mijn helm is op de helft dan. Ik moet natuurlijk wel mijn armor even in de gaten houden, dat het niet te snel omlaag gaat. Ik kan zo meteen sowieso mijn helm enchanten. Dus dat ga ik sowieso ook doen. Level 36 gaan. Denk ik. Wow. Oeh, dat mannetje kwam zo erg maar af. Dat ik gewoon er bang van werd. Ik ga gewoon hakken tot mijn iron pickaxe kapot is. Ja, waar dan? Ik geloof je toch niet. Je bent er niet. Waar ben je dan? Als je er bent, kom dan. Kom dan. Of durf je soms niet? Nee, dus. Hij durft gewoon niet tegen mij te vechten. Dus ik denk dat hij weet dat ik veel te sterk ben. Nou, ik ben weer thuis. Waar zijn mijn iron golems? Daar is één. Daar is nummer twee. Hey. Doe je. Sukkel. Oké, nou, ik heb echt enorm veel quartz. Nee, ik heb ook echt... Nou, kom niet eens aan een stekje toe. Ik ga mijn helm even. Ik ga iets anders enchanten. Ik ga een boog enchanten. Even kijken of ik wat leukers krijg. En
Ik ga even kijken. Een boek enchanten, denk ik. Ja. En die kunnen we dan weer erop zetten. Ben ik trouwens. Nee. Mijn helm enchanten vind ik niet een goed idee. Stel je voor dat we hele goede helm hebben. Birchwood. Gaan we hier even sticks van maken. 8 sticks. Dan kunnen we boog maken. Gaan we een boog en een boek enchanten. En lapis pakken. Eerst even dit apparaat overpakken. Zijn we bijna level 34. Lapis. De blokjes book. Dus de inventory making crafting book is in het menu. Ik heb flame. Oh, dat is echt zo enorm gaaf. Wat een kutcombinatie. Echt waar. Nou, ik weet niet waar ik die op moet doen dan, hè. Oh, hier is super relaxed om te hebben, maar dit is nog echt super relaxed. Ik heb natuurlijk liever Infinity. Wacht even. Als ik deze dan en deze bij elkaar doe, heb ik een heel hoge proef. Kan dat zo? Nee, die krijg ik gewoon naar boven. Dan moet je met een anvil doen. Een anvil maak je 3 iron blocks en 4 iron. Volgens mij. Zo maak je die. Ja. Even een anvil. Oh, het kost maar 4 levels. Nou. Nou, helemaal mooi. Mijn naam ook nog een. Mijn zwaard ook nog een naam geven. Goeie. Oké, nou, ik heb nu een power 5 en een flame 1. Go. Nou, flame is niet geen tweede versie van. Ik zou het liefst nog een keer enchanten, maar dat zou helaas niet kunnen. Nee, villetje zombie. Zo, wat denk jij? Dat ik jou zomaar. Dat ik jou toestem dat jij mij gaat attacken.
het zelf. Ik ga gewoon doe het maken van cartoon. Trouwens, veranderen in het texture pack. Kunnen ook nog op het bord staan. Als jullie dat willen, dan. Ik geef gewoon een shout-out in de aflevering. Degene die een super coole verandering weet. Moet natuurlijk niet te moeilijk zijn. Laat ik het tot nu toe even zo afdekken. En dan heen zo. Zo. Wat ook heel leuk is, kan ik nog wel even snel doen, is het volgende. Even kijken waar die stone. En dan slabs. En dan ook namelijk wel even hier ergens doen. Misschien nog wel een leuk ideetje. Ik denk dat het een leuk idee is om het helemaal boven de berg te doen. Ja. Perfect als mineralos. Ik weet niet waar het op slaat, maar. Ja. Op zijn moeder. Een kampvuurtje. Wie wil dat nou niet? Dus als je dan nacht maakt, wat het bijna wordt. Oh. Wat nou als ik zo doe? Niet zo. Oké. We maken gewoon allemaal random kampvuurtjes. Dat is wel leuk. Dat zou ook wel lachen zijn. Hier eentje, zeg maar een soort van als torch. Ik wil beschermen mijn Iron Golems mij. Zoveel kwaad kan er niet gebeuren. Ook al is het de wereld. Zo, zombies, kom maar. Of durf jullie niet meer? Maar ze zijn natuurlijk bang voor mijn goede boog. Ze voelen zich vast nog niet uitgedaagd. Hé, wat doe jij hier nou weer? Weer bevrijd of zo. Kijk,
Zo. Zo, ja. Kom maar. Oké. Kom maar, er zijn klusjes voor je te doen. Er zijn namelijk heel veel leuke mops. Mopjes. Die je graag moet killen. Zet als verplicht. Door mij. Zo. Wat dacht jij te doen? Creepers, die kan je gewoon, creepers, die kan je gewoon niet meer killen. Bam bam bam. Zo. Bam bam bam. De spinnen gewoon één keer klap dood. Zombies. Trouwens, spinnen die moet je ook met een zwaard doen. Tenminste, was je smite hebt. Volgens mij is smite voor zombies en spinnen enzovoort. Ik ga even kijken hoe lang ik aan het opnemen ben. Ik ben nu bijna een half uur aan het opnemen, dus ik ga de nacht nog even. Oh shit. Echt natuurlijk in het vuur. Nee. Help dan, golem. Help dan. Ik hoor officieel niet te vechten. Ik zag hier een vlinders. Ik ga lekker slapen. En dan zie ik jullie als het goed is de volgende aflevering weer op King met Joran. En dan zien jullie nu de outro. Bedankt voor het kijken van deze video. Laat even een like achter. Maar dan moeten jullie alleen maar doen als jullie deze video ook echt leuk vinden. Jullie kunnen onder mij abonneren van die video's. Jullie kunnen op mijn logo klikken. Als jullie naar mijn kanaal willen, dan kunnen jullie allemaal meer video's zien. Jullie kunnen mij volgen via social media. Dat kan naast mij. Kan je klikken. En die zien hier. Hier zou zien jullie de vorige aflevering. En hier random video. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik check jullie later.